Ja, ik ben dus Alejandra Slutsky en ik zit hier namens het platform Stop Racisme. Mijn naam is Jelle Zijlstra en ik zit hier namens OIV Acts, een collectief van Joodse activisten. Ja, ik ben Sanne. Ik ben actief bij de Internationale Socialisten in Amsterdam. En ik heb vorig jaar ook samen met een aantal kameraden en bondgenoten het collectief Mokum tegen Fascisme gestart. Oké. Jij bent gestart. Alright, dan gaan we beginnen met praten over mijn favoriete onderwerp, fascisme. En ik zat hier net al even erover na te denken en toen dacht ik, het is eigenlijk totaal onwerkelijk vind ik dat we, nog geen eens 80 jaar na een fascistische genocide in dit land, waarbij 75% van de Nederlandse Joden en honderden Roma en Sinti zijn vermoord onder een fascistisch regime, het weer over fascisme zitten te hebben en wat we moeten doen tegen de opkomst daarvan. Ik zal vooral wat context schetsen over de Nederlandse situatie zoals die nu is. En ik heb maar beperkte tijd, dus ik kan een aantal dingen aanraken. Maar ik dacht het is misschien wel fijn om even te doen. Ik weet ook niet met hoeveel kennis iedereen hier zit. En ik wil eigenlijk die context vooral schetsen door een aantal anekdotes te geven. En wat ik even aan wil raken eigenlijk is, wat we natuurlijk allemaal denk ik wel hebben gezien de afgelopen 2 jaar. En dat is, zijn de COVID-critical demonstraties, met name in Amsterdam, maar ook op andere plekken waar, eigenlijk in het kielzog van die anti-corona demonstraties zich ineens allerlei extreemrechtse groepen toch wel heel openlijk gingen manifesteren. Een voorbeeld is de groep Voorpost, wat echt een antisemitische en ook homofobe en islamofobe neonazi groep is eigenlijk, die op een gegeven moment hun volgers zelfs opriepen om met prinsenvlaggen naar die demonstraties te komen. En die prinsenvlag, dat is een vlag die historisch gezien onder andere door de NSB werd gebruikt. Dus daar liepen gewoon tientallen neonazi's trots door Amsterdam, ongehinderd eigenlijk met NSB-vlaggen te zwaaien. En wat ik daar heel erg opmerkelijk aan vond, was hoe openlijk het was. En wij zijn op een gegeven moment, onder andere met IS en ook een groep Joodse activisten en nog wat andere groepen, een soort klein coalitietje, zijn we naar zo'n demonstratie heen gegaan om een tegengeluid te laten horen. En dan zie je toch dat als vliegen op honing eigenlijk allerlei neonazi figuren opduiken. En ook gewoon antisemitische opmerkingen maken, et cetera. En dan werden wij uiteindelijk door de politie weggevoerd. En zij mochten gewoon openlijk nazi zijn in Amsterdam. Dus dat was super. Zeg ik met enige ironie. Een ander voorbeeld wat ik wil noemen is de muzikant en meditatiegoeroe Tijn Tauber. Ik weet niet of er mensen hier zitten die bekend zijn met Tijn Tauber. Tijn Tauber is een hele zalvende meditatiegoeroe die duizenden volgelingen heeft online. Dat gaat echt om heel veel mensen. En die raden eigenlijk ook in het kielzog van die coronacrisis begon hij zijn volgelingen allerlei een beetje dubieuze lectuur aan te raden. Dus hij raadde zijn volgelingen bijvoorbeeld aan of zijn volgers om de protocollen van de wijze van Sion te gaan lezen. En dat, ik weet niet of iedereen bekend mee is, maar dat is een antisemitische pamflet wat
een gegeven moment in de 19e eeuw door de Russische geheime dienst in elkaar is gezet eigenlijk. Omdat de Russische tsaar, die wilde eigenlijk alle onrust die op dat moment in zijn rijk heerste, wilde die kanaliseren naar de Joden. Toen kan iemand de schuld geven, dat waren dan de Joden. En in dat boekje staat dat de Joden een soort geheime samenzwering op poten hebben gezet om de wereld te beheersen van achter de schermen. En ineens zie je dus dat een Nederlandse meditatiegoeroe dat boekje gaat aanraden aan zijn en zegt, ja, dit is echt het bewijs dat in de schaduw een geheimzinnige macht aan het werk is om ons te ondermijnen. En dat is dus gewoon fascistische lectuur. En waarom ik dit voorbeeld noem is omdat het echt laat zien dat je dus ziet dat eigenlijk vrij fringe teksten, zoals de Protocollen van de Wijze van Zion, die echt worden gebruikt, nou, onder andere ook door het naziregime zijn gebruikt, dat die ineens tot de mainstream door lijken te dringen weer. En dat is toch wel erg opmerkelijk. Dan kunnen we het ook nog even hebben over Omroep Ongehoord Nederland van de week. Die een heel programma hadden over zogeheten omvolking. En dat is ook een theorietje, hè, waar Thierry Baudet het onder andere ook vaak over heeft. En dat zegt dat er allerlei krachten aan het werk zijn om zoveel mogelijk, met name islamitische immigranten, naar Europa toe te halen. En daarmee het witte ras van binnenuit te verzwakken en te ondermijnen. Die theorie werd door Philip de Winter, ons allen wel bekend, dat is ook weer zo'n gezellige natie, zeg maar, die werd gewoon op nationale televisie, staatsomroep, besproken vorige week. Daar hebben wij allemaal voor betaald ook. Dus ook dat is weer zo'n super voorbeeld van hoe fascisme echt genormaliseerd wordt. En ik geloof dat volgende week, of misschien was het zelfs deze week, in Hongarije een hele grote conferentie wordt opgetuigd over dit onderwerp. En dan zie je dus dat mensen als Tucker Carlson, zo'n Fox News host en allerlei Amerikaanse conservatieven, die allemaal naar Hongarije komen om het daar over omvolking te hebben, bijvoorbeeld. En nog een laatste anekdote die ik even wil vertellen is, een week of 4 geleden zat een vriendin van mij, die zat op een terrasje in Scheveningen, gewoon lekker een koffietje te drinken in de zon. En ineens ziet ze een groep mannen, die komen het cafeetje binnen en die halen een pakket uit hun tas en er komt een soort kostuum uit dat pak. En een van die mannen die begint zich om te kleden en die staat, 2 minuten later staat hij in een nazi-uniform op straat. En die mannen die stonden daar allemaal een beetje omheen. En die stonden daar eigenlijk maar wat. Maar ze stonden daar een beetje te staan. En op een gegeven moment is hij daar heel dapper, overigens is hij op hun afgelopen en heeft hij gevraagd van, goh, wat zijn jullie eigenlijk te doen? Nou, en toen was het antwoord, ja, het is vandaag een bijzondere dag voor ons en dat vieren we door ons te verkleden. En toen gingen wij eens uitzoeken van, ja, wat was het dan voor dag? En toen bleek het 30 april te zijn. En 30 april is de sterfdatum van Adolf Hitler. Die normaal gesproken door extreemrechts en door neonazies wordt gevierd. Dus zij zien, de sterfdag is belangrijker dan de verjaardag in dit soort ideologieën. En zij vieren dus de sterfdag van Adolf Hitler. En dat doen ze niet meer in de achtertuin, dat doen ze niet meer in de kelder of waar dan ook. Maar dat doen ze gewoon openlijk op straat. En later hoorden we ook dat in Amsterdam soortgelijke beelden, een soortgelijke groep die ook in nazi-kledij rondliepen, zijn gesignaleerd. Ja, en ik kan nog wel even doorgaan en dat is natuurlijk vreselijk zorgwekkend, want wat eigenlijk al deze voorbeelden aantonen, en dan vind ik eigenlijk met name zo'n Omroep Ongehoord Nederland en dus gewoon op de televisie en dit laatste incidentje, hoe openlijk
En dat zijn dus eigenlijk geen incidenten meer. Maar hoe openlijk zich dit dus aan het manifesteren is. Hoe door de normalisering eigenlijk van extreemrechtse taal en extreemrechts gedachtegoed in het parlement gewoon. Dit soort groepen zich echt gesterkt voelen om gewoon de straat op te gaan. En heel zichtbaar dus dat gedachtegoed en ook in die demonstraties te tonen. En dat is natuurlijk extra zorgwekkend, omdat de agenda van dit soort groepen als het gaat om minderheden, met name in de samenleving, erg duidelijk is. Je ziet dat extreem rechts op dit moment eigenlijk met een aantal speerpunten heeft, hè, zou je kunnen zeggen. Dus die omvolkingstheorie, dat is een hele belangrijke. En daar, hè, dus dat is een theorie dat het witte Europeanen en Amerikanen, dat die van binnenuit worden ondermijnd, doordat er dus steeds meer immigranten naar binnen zouden gehaald zouden worden. En daar zouden dan de Joden zouden daarachter zitten. En dat wordt meestal in de vorm van George Soros, een Joodse filantroop uit Hongarije, die wordt eigenlijk een soort van gebruikt als bewijs van zie je wel, de Joden zitten hierachter. Dan heb je nog een hele grote focus op LGBTQIA+ communities en de zogeheten gender agenda of de trans agenda, zoals ze dat dan noemen. En ook dat wordt door extreem rechts eigenlijk gezien als een soort complot om het sterke mannelijke witte de sterke mannelijke witte mens eigenlijk te verzwakken door allerlei ideeën over gender te importeren en te verspreiden. Dat wordt echt gezien als een bewust complot. Dus dat is natuurlijk totaal gestoord. En islamofobie. Dat is echt een groot speerpunt van extreemrechts op dit moment. Zeggen van ja, al die moslims die hier naar binnen komen, dat kan niet, dat moet stoppen. En dat is de vijand van onze cultuur, als je dat zo kunt noemen. En daaronder zit natuurlijk altijd een laag van antisemitisme. Joden krijgen eigenlijk, als je dieper gaat graven, krijgen Joden van dit alles de schuld. Dus die zitten dat allemaal te organiseren. Dus die zitten die gender agenda en die LGBTQI+ agenda en die moslims en die omvolking, die zitten dat allemaal achter de schermen te organiseren. En je ziet dus ook dat in bijvoorbeeld QAnon allerlei antisemitische tropen gewoon uit de middeleeuwen eigenlijk gewoon weer gangbaar zijn, zeg maar. Dus dat Joden bloed drinken en dat soort dingen. En de protocollen van Zion. Nou, dan wil ik eigenlijk nog één ding zeggen. Wat staat ons dan te doen? Daar kunnen we denk ik straks wel nog wel meer over hebben. Maar ik denk dat we ons geen illusies moeten maken. Extreem rechts is zich aan het organiseren. Beter dan in lange tijd. En gebruikt ook veelal dezelfde tactieken als dat aan links-progressieve zijde gebeurt. Hè. Dus gewoon de manieren van samenkomen, mensen organiseren, die komen eigenlijk heel erg overeen. En zonder daar heel erg dieper op in te gaan, want ik heb geen tijd meer, maar we moeten ons denk ik counter organiseren. En ook wel voorbereid zijn op Ik ben misschien vrij pessimistisch, maar de bereidheid van extreemrechts om geweld te gebruiken is echt groot. En de zorgwekkende trend van dat steeds zichtbaarder, steeds meer zelfvertrouwen eigenlijk, dat vind ik best wel eng. En ik vind dat we daar, dus dat we ook voorbereid moeten zijn op escalatie en op confrontatie. En hoe, dat weet ik niet. Dankjewel Jelle. Sorry dat het zo kort moet. Ja, is okay. Ik denk dat wij ook allemaal nog veel langer naar je luisteren. Maar zo houden we nog wat ruimte voor de zaal. Jij ja. Ging verder, Alejandro. Ja, ik ga verder. Is
hier namens het platform Stop Racisme. Ik ben Alejandra Slutsky, kom uit Argentinië, lang geleden als politiek vluchteling gekomen. Deze moet ook? Oké. Okay. omdat ik vind dat het persoonlijke politiek is en politiek het persoonlijke is, begin ik een beetje mijn verhaaltje bij mezelf en waar ik vandaan kom. Omdat ik toch korter geleden dan de Tweede Wereldoorlog heb meegemaakt hoe het fascisme ontstond. En tot wat het geworden is en wat de gevolgen ervan zijn geweest. En dan heb ik het over fascisme in Argentinië, waar ik vandaan kom. Ik heb in mijn leven 2 dictaturen meegemaakt in Argentinië. De voorgaande en de laatste. In de laatste zijn mijn ouders, mijn ooms en tante slachtoffer geworden. Op het moment dat wij naar Nederland kwamen, had ik geen familie meer. Vermoord, vermist, weggevlucht uit het land. De dictatuur ervoor eindigde in 1973. En die was wat milderder dan de laatste dictatuur. Ik twijfel of ik die fascistisch moet noemen. Omdat het geweld op straat toch een stuk minder was dan de laatste. Moet je nagaan dat je gaat vergelijken wanneer de knokploegen heftig zijn of niet. In de voorlaatste dictatuur in Argentinië zat mijn vader gewoon in de gevangenis als politiek gevangene. De laatste dictatuur werd hij gefolterd als Jood, als intellectueel in een illegale foltercentrum waar hij gedood is. Net zoals 30.000 andere mensen. Na de vorige dictatuur kwam Perón terug, wie van hem gehoord heeft. Iemand die in de jaren 50 heel geliefd was bij het volk, samen bij Evita. Er is een musical naar gemaakt. Ze waren heel populair omdat ze inderdaad goede dingen hadden gedaan in de jaren 50. Toen hij terugkwam, bleek hij een oligarche, een elitair type te zijn geworden die de linkse jongerenbeweging uit het plein wegstuurde. En alle ruimte gaf om de racistische extreemrechtse groepen binnen het peronisme macht te krijgen, ook binnen de regering. Knokploegen vulden de straten. Tussen 1973 en 1976, de dictatuur was, was het racisme, het seksisme, homofobie, vervolging van alles wat anders was. Psychiatrische zieke mensen of lichamelijke beperking zag je gewoon niet. Werd er ook niet over gesproken, want die werden weggestopt uit hoge muren. En pas in 2010 zijn de wetten veranderd van de militairen, want op het moment dat ze in een gevangenis of in een psychiatrie kwamen, verloren ze alle rechten, alle burgerrechten. Dus ze konden gewoon nooit meer uitkomen. Dat hadden militairen ingevoerd en dat was in 2010 het geval. Dat allemaal was genormaliseerd voor de laatste staatsgreep. Onder Perón, zogenaamd democratisch, was er een hele extreem rechtse vleugel van het peronisme die knokploegen inzetten tegen alles wat links was, tegen alles wat Joods was, tegen alles wat anders wilde zijn. De mensen die landbouwhervormingen wilden, dus de grote feodale grootgrondbezitters omver wilden werpen, die werden of vermoord of vervolgd of opgejaagd. Dat gebeurde allemaal voor de staatsgreep. De middenklasse in Argentinië, de persoon die zich peronistisch noemde, zag zich gesterkt door de angst en ging roepen, er moet ingegrepen worden. Er moet iets gebeuren, er moet iets gebeuren. En vervolgens, toen de staatsgreep kwam, waren best wel grote groepen van de middenklasse zwijgend, kijkend toe, of waren zelfs blij dat er ingegrepen werd. Want het geweld was enorm. Het racisme, het homofobie, noem maar op, alles wat wij nu, wat Jelle net opmerkt, was er gewoon genormaliseerd op straat. Het discrimineren en het uitsluiten op klasse, sociale klasse, want racisme en jodenvervolging was er, maar klassenstrijd was er ook. En dat maakte vooral dat hele groepen mensen onuitgesproken, uitgesloten werden van alles. Toen de staatsgreep kwam, waren heel grote groepen mensen blij. Niet alleen het elite, maar ook de middenklasse. Al heel snel bleek deze nieuwe dictatuur echt korte meter te willen maken met wat de vorige dictatuur had laten liggen.
Dus deze dictatuur, de laatste van Videla, die ging afrekenen met alles wat links, wat Joods was, wat LHBTIQA+ was. Goed gedaan. Ja. Ze gingen dus afrekenen en dat betekende letterlijk vermoorden. Letterlijk uit de weg ruimen. Niemand had gedacht dat het zo erg zou worden. Alleen sommigen... Nog maar 5 minuten. Wow. alleen sommigen konden dat weten. De middenklasse werd er ook slachtoffer van. De militairen keerden de rug om en toen kwam de ware aard uit de mouw. Wat doen fascisme, wat deden ze daar? Voor de dictatuur spraken ze mee met de burgerman, de gewone man, die bang was. Die bang was, die angstig kende voor alle geweld die zich voordeed. En ze spraken hun eigen, de taal van die mensen. Links wil je huis afpakken, links gaat je werk afpakken, die wil allerlei rechten afpakken. En de angst die er was, werd alleen maar aangewakkerd. En het was zo dat niet openlijk was dat de grote feodale machten en de grote bedrijven er beter van zouden worden. Of dat de fascisten daardoor gesponsord werden. Dat was niet openlijk. Dat kwam pas later, toen ze eenmaal aan de macht waren, toen kwam dat, werd dat zichtbaar. Ondertussen werden de gewone mensen, die niet rechts of nog niet rechts, niet links, misschien neigen ze naar rechts, maar dan heb ik het over een rechts van economisch systeem, niet per se racisme, niet per se jodenhaat, dat soort dingen. Die gingen mee. Die gingen achter die fascisten meelopen, zoals we hier ook zien gebeuren. Toen ik begon met het platform Stop Racisme, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Toen, net op dat moment, kreeg ik een e-mail van een van de dwaze moeders uit Argentinië. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar de dwaze moeders zijn de moeders van de verdwenen mensen in Argentinië. En ik hoor tot de groepering Hijos, en dat betekent kinderen van de slachtoffers en verdwenen ouders. Er staat ook, er zijn ook puntjes tussen de letters, want dat betekent kinderen voor identiteit, voor gerechtigheid, tegen het vergeten en het stilzwijgen. Een van de moeders stuurde me net een e-mailtje en die zei tegen mij: fascisme is als een zeegolf. Het ontstaat uit de zicht, ver weg achter het horizon. En het komt naar je toe. Sommigen van ons denken, hey, er komt onweer aan. Maar voordat je het weet, is die zeegolf aan je voeten en dan breekt die uit als een tsunami. En dan kun je niet meer tegenhouden. En dan rast die met alles wat er is en wat er was. Daarom moeten we blijven kijken. Daarom moeten we kijken, signaleren en optreden. Niet blijven zitten met argumenten van ja, vrijheid van meningsuiting of wat dan ook. Zodra we signalen zien van al die facetten van fascisme die gepaard gaan met geweld, moeten we optreden. Als er ergens een manifestatie van hun zijn, is het goed, ook al zijn we maar een paar tegenover de 15.000 op de museumplein, dan nog moeten we optreden en gaan. Het platform Stop Racisme is begonnen klein en inmiddels is het een landelijke netwerk van activisten in heel het land, van Groningen tot Maastricht toe, van antiracisten en antifascisme, waarbij we met elkaar de verschillen vieren. We willen de verschillen van de lokale groepen laten zijn, juist. En opgezette tijden, en als het nodig is, elkaar sterken, helpen, bijstaan, mobiliseren voor elkaar en opgezette tijden ook bij elkaar komen met z'n allen. We willen een netwerk breed en strijdbaar opzetten van antifascisten, antiracisten, die over het hele land, elk op hun eigen manier, tegen fascisme en tegen racisme actie onderneemt. We menen dat actie noodzakelijk is, want als je blijft zitten op je stoel en kijkt de andere kant op, of je blijft zitten van ja, maar, dan ben je straks te laat. En dan hebben de moeders gelijk als ze zeggen van de zeegolf bereiken, dan is het een tsunami geworden.
Ik heb net gezegd dat in Argentinië voor de dictatuur waren de middenklasse en de burgerman, de gewone man, kampte met doodsangst, letterlijk. Ik denk dat het in onze kringen, antiracisten, antifascistische kringen, goed aan doen om na te denken hoe wij aan die angstige mens een plek geven in ons midden. Hoe wij een thuis kunnen zijn voor degene die bang zijn. Want we hebben hele goede analyses. Maar met die analyses gaan we hun geen veiligheid geven. Veiligheid geven met elkaar, met de handen aan elkaar geven. Met zeggen, kom maar bij mij. Ik ondersteun je, ik help je. Daarom vieren wij buurtinitiatieven, staatsinitiatieven, wijkinitiatieven, waarin de solidariteit essentieel staat. We menen dat solidariteit is juist de vijand van het fascisme. Waarin je dus het egoïsme en de hebzucht, waarin het neoliberale stult en die crisis veroorzaakt, het neoliberale en het kapitalistische systeem die de economische crisis veroorzaakt en daarmee de angst, voedingsbodem voor fascisme, ziet als solidariteit als een grote vijand. Ik denk dat we dat moeten we uitoefenen. En ik ben nog één ding kwijt. Wat ik ben net terug uit Argentinië. En ik woonde een mis bij in een katholieke kerk. Ik wist niet wat ik moest doen, moet ik zeggen. Want het is lang geleden dat ik in een kerk was. Of überhaupt in zo'n gebouw. En dat werd voortgedragen door een cura por opción por los pobres. Dat is een priester die opteert om naast de armeren te zijn. En hij zei, ze willen ons wijsmaken dat wij aan de top kunnen komen. En onderwijl dat wij dat denken, dat wij diploma's willen halen en dat we ons best doen, dan zien we dat de Joden, dat een bepaalde groep mensen nooit aan de top zullen komen. En alleen maar sommigen daar komen. Dus is het zaak dat wij wij blijven allemaal onderin de driehoek van de macht. Dus is het zaak dat wij onze handen ineens slaan en bij elkaar blijven. Want alleen sommigen kunnen daarboven komen. En hij zei, de strijdkamp, de strijdvlakte is het hart van de mensen. Vandaag wordt de strijd gevoerd in het hart van de mensen. In het bewustzijn, in het zijn van de mensen. Waarden zoals egoïsme, hebzucht, solidariteit zijn van essentieel belang om bewust te zijn van wat je voelt en wat je denkt. De strijd vandaag is in het hart van de mensen. Daarom denken wij dat zo'n netwerk, zoals Platform Stop Racisme en Fascisme, hebben we de laatste aan toegevoegd, over waarden gaat. En daar richten we op ons. Dus geen centrale macht, geen centrale groep die in Amsterdam of waar dan ook het bedenkt, maar met z'n allen. En wat wij hier, wat ik daar zie, toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Dat zouden mijn moeders kunnen zeggen van Plaza de Mayo. Dankjewel voor je openheid. Ja, en hoe moet je die fascisten nou bestrijden? Hè? Dat is lastig. In het kort denk ik dat het belangrijk is om één, en dit is essentieel, een werkbare analyse te hebben van hoe en waarom een fascistische beweging ontstaat. Want alleen dan kan je ingrijpen. En twee, daarnaast moeten we een praktische tactiek hebben waarmee we als versplinterd links, zelfs als we versplinterd zijn, samen de strijd aan kunnen gaan. Nou, 10 minuten is echt veel te kort voor een degelijke analyse van het fascisme. Voor degenen die net bij Jeroens praatje waren, die hebben al iets meer gehoord. En ik raad echt iedereen aan om het boek te lezen. Ik ga eventjes heel erg kort. Het is belangrijk om te beseffen dat fascisme een massabeweging is die iedere kans zal aangrijpen om andere opvattingen, bijvoorbeeld alles links, te criminaliseren en de tegenstanders te terroriseren tot fysiek geweld aan toe en
We hebben de voorbeelden gezien in de geschiedenis. En die wordt niet per se georganiseerd door de heersende klasse. De beweging wordt juist gedreven eigenlijk door de kleinburgerij, middenklasse, kleine ondernemer. Zoals bijvoorbeeld voorman Michel Reinga van Nederland in Verzet, de organisator van de grote coronamarsen. Ik spring een beetje van de hak op de tak, want ik heb niet heel veel tijd. Het kapitalisme als systeem zorgt eigenlijk voor crisis na crisis. Waardoor onder andere deze groep, dus de kleinburgerij, die zichzelf boven de arbeiders acht, over het algemeen, hard wordt getroffen. Als je kijkt naar de coronapandemie en de coronacrisis, door de maatregelen zagen ze hun bedrijven eigenlijk in ieder geval niet meer winstgevend zijn, wat natuurlijk een ramp is. En die maatregelen die moesten dus absoluut worden afgeschaft, ten koste juist van de bescherming van hun werknemers. Dus ja. Die vakbeweging dat is sowieso een ding wat ook buiten crisisperiodes natuurlijk wel handig is om buitenspel te zetten. Fascistische groepen, extreemrechtse groepen, onder andere de FVD-fascisten, die sprongen met hun anti-maatregelenretoriek daar echt gretig bovenop, hebben we gezien, ook tijdens de marsen. Ze waren daar echt heel uitdrukkelijk aanwezig en wat net tijdens de vorige meeting ook werd genoemd, op een gegeven moment was het zelfs zo dat ze de coronademonstratie naar het Westerpark liep, waar Baudet een verkiezingsrally had. En weer terug. De FVD die sprong bovenop op de wanhoop van de mensen, vooral van die kleine ondernemers, met hun anti-maatregelenretoriek. En trokken dit ook onmiddellijk verder naar fascistische retoriek eigenlijk. Hè? En natuurlijk werd de Holocaust weer gebagatelliseerd, et cetera. En eigenlijk door middel van allerlei complottheorieën en verzonnen vijandbeelden proberen ze de samenleving zoveel mogelijk te verdelen. En zo steeds verder toe te werken naar hun ideaalplaatje uiteindelijk. Dus een totalitaire, boreale, witte samenleving. Waar iedere vorm van zelforganisatie tegen het regime met grof geweld wordt neergeslagen. En waar iedereen die niet aan dat ideaalplaatje voldoet, die daar niet aan voldoet, die wordt als ongewenst bestempeld en moet uiteindelijk echt vrezen voor diens leven. Links moet echt met de grond gelijk worden gemaakt. Dat is. Sorry, ik ben het heel even kwijt. Maar de fascisten maken hierbij gebruik van de verdeeldheid die er al eerst in de samenleving. Ik bedoel, ook de heersende klasse die we nu hebben, die is er bij gebaat. Of eigenlijk heeft alleen maar het bestaan eigenlijk aan de verdeeldheid van de werkende klasse. Want als wij ons allemaal verenigen, dan hebben ze echt geen poot om op te staan. Zeg maar. Wij zijn echt met veel meer. Dus om die machtspositie te behouden, hebben ze de arbeidersklasse al goed verdeeld. En daar springen de fascisten dus nu op in en plukken daar de vruchten van. Nou, hoe gaan we dat dan aanpakken? We kunnen fascisme niet alleen of als losse organisatie bevechten. Dat is onmogelijk. Dan komen we echt helemaal nergens. We moeten onszelf als antifascisten echt verenigen in een sterk samenwerkingsverband. En het eerste wat ik hierin wil benadrukken is dat we als alle antifascisten onvoorwaardelijke solidariteit moeten tonen richting elkaar. Of met alle groepen die getarget worden. Of dat nou mensen van kleur zijn, Joden, moslims, mensen uit de queer en trans community, vrouwen. Het is essentieel dat we laten zien dat de verdeel- en heerstactiek van de neoliberalen en de kapitalisten en later van de fascisten op ons geen uitwerking heeft. En dat we absoluut bereid zijn om als één massa elkaar te beschermen en voor elkaar te vechten. En dit moeten we doen als een eenheidsfront.
van onderaf. Wat is dat? Een collectief van samenwerkende groepen eigenlijk. En individuen ook. Die ondanks dat ze het niet overal per se over eens zijn, wel schouder aan schouder bereid zijn die strijd te voeren. En waarom van onderaf? Nou ja, zoals ik net al probeerde uit te leggen, heel kort. De heersende klasse die is eigenlijk wel gebaat bij al die verdeling die de fascisten ook weer zaaien. En zij eerder al zaaiden. En misschien willen ze wel niet per se fascisme, maar ze willen... Ze zijn ook niet bereid om de voedingsbodem weg te nemen. Dus je kan maar net zo ver gaan als zij de grenzen stellen uiteindelijk als antifascistische beweging dan. En dat moeten we absoluut voorkomen. Moet op onze terms. Daarnaast is het van belang dat we de nazi's confronteren. Overal waar ze lezingen, openbare bijeenkomsten, protesten of wat dan ook proberen te organiseren. We moeten echt een luid weerwoord bieden, altijd. Dit betekent uiteindelijk het fysiek blokkeren van gebouwen, marsen, noem maar op. Maar ook als ze bijvoorbeeld ergens staan te flyeren, dan moeten we het echt gewoon zo onmogelijk maken om hun propaganda te verspreiden. Als zij hun zaadjes weten te planten, dan zijn wij echt te laat. En dat is niet helemaal zonder gevaren. Maar daar hebben we gewoon wel echt mee te dealen. En onze veiligheid en kracht ligt echt in onze aantallen. En de eensgezindheid in de strijd, solidariteit onder elkaar. En het kan hierbij niet per se kwaad om weten hoe je jezelf moet verdedigen. Maar agressieve confrontaties moeten niet ons doel zijn. Dat is zeker in dit stadium echt hooi op de vork van de fascisten. Want die willen met ons vechten. Die willen wel die fysieke terreur. En ja, als wij beginnen, dan wordt dat hun... excuus eigenlijk om alles links te bestempelen als terroristen bijvoorbeeld of noem maar op. Ook zonder boksopleiding moet je je ook zeker genoeg voelen om mee te doen. Een voorbeeld wat we hebben gezien in Duitsland bijvoorbeeld is dat bij een AfD-conferentie... er waren zo'n 1000 mensen en dat is echt best wel heel groot hè, als ik denk aan ons, maar... die echt fysiek de toegang blokkeerde. Maar daarnaast stond ook nog een enorme demonstratie van nog 1000 mensen... die daar tegelijkertijd hun weerzin tegen fascisme uitspraken. En dat moeten we hebben. We moeten een massa creëren. Vorig jaar september ben ik dus met een aantal kameraden en bondgenoten... hebben we Mokum tegen fascisme opgezet... en we bouwen dus echt aan zo'n eenheidsfront. Op dit moment zijn we nog niet groot genoeg om daadwerkelijk de nazi's te blokkeren. Maar ja, we zijn wel bij zoveel mogelijk momenten aanwezig geweest om ons geluid te laten horen. En bij een van de laatste acties, dat was bij het Leidseplein, bij een demo van Baudet, omdat hij gecanceld zou zijn door de Bali of zo, iets dergelijks, ik weet het niet. Toen waren we in de meerderheid, bleek achteraf. Dat wisten we op dat moment niet, want we stonden achter een hele zooi politiebusjes die ons, vooral ons, probeerden weg te krijgen daar. Dat geeft wel hoop. En we gaan door, natuurlijk. Ze hebben trouwens in hun aftermovies, de FVD, die ze probeerden te maken, hebben ze ons geluid absoluut niet weggekregen. Dus je hoort overal antifascistische leuzen op de achtergrond, terwijl zij dus een soort spektakel van het filmpje maken. Ja. Nou ja, maar dat is het begin, weet je. En we moeten toe naar dat we wel echt gewoon hun van het Leidseplein weg kunnen krijgen. Of zorgen dat ze daar überhaupt niet komen. Eigenlijk moeten we gewoon toe naar een algemeen antifascistisch sentiment in de samenleving. Zodat ook de buurvrouw... met 3 kinderen stickers van de fascisten weg gaat halen... zodat die normalisering absoluut wordt gestopt... die nu in gang is gezet, want dat is echt giftig. En ja, ik als marxist zou dan toch zeggen... als we dan toch onszelf aan het organiseren zijn van onderaf... laten we dat dan ook onmiddellijk doortrekken... naar de totale omverwerping van het kapitalisme. Want dan en echt alleen dan kunnen we ook voor altijd... een punt zetten achter fascisme.